wat jullie in deze vlog allemaal te zien krijgen. Hallo iedereen en we... Goed. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Ik Vlog Niks. En daar zit hij. Hallo. Daar. Ja, tegen die vinger. Is wat doe je normaal gesproken na de opening? Ja, dan ga ik een zegje doen. Wat mensen, we hebben gezellig hier vanavond in het Podium Klooster op een heerlijk avondje Theater Jemais gehad. We hebben net een paar oefeningetjes gedaan. Misschien ook wel heel even leuk om even terug te blikken naar de oefeningen. Dus daar gaan we nu even naar kijken. It was at this moment he knew. He fucked up. 1, 2, 3, 4! Get up! Hoge eetpubliek. Wij hebben een spectrum show voor in petto. Ja, en wij ook. Hoezo? Wij ook. Ik had het al gezegd. Laten we direct beginnen. Dus ze zat altijd op die stoel, op die kruk, zat ze altijd of te bakken, of brood, of vis. Ik weet dat ze ooit eens met iemand... is wezen vissen en dat we het dan opzetten op die steen. Truus heeft nooit wat gemist, Truus heeft altijd gevist. Ik kreeg door. Wat kreeg je door? Sorry? I say the pego. Alleen maar I say the pego. En dat is meer, meer was het niet. Nee! Wat houdt dat dan in? Dat ze die kruk wil! Pego, kruk! Pego, wel Spaans! I say the pego! A pego! Oh ja, I say the pego! Ja! Pego! Ik kreeg het van mama door. I say the pego! Heb ze niet een of ander testament of zo waar ik iets in kan? Dat ik heb ik kom niet eens bij mijn woorden. Heb ze niet wat opgeschreven wat ze dan wil? Teletubbies. Dat is waar ook. Ze zat altijd op die kruk aan de keukentafel broodjes te bakken, vis klaar te maken. En dan zat ze naar de Teletubbies te kijken. Halen we een hele grote Teletubbie. Een hele grote ding. En op die buik van de Teletubbie zetten we dan uitzichtbengel. Daar kan ik me wel in vinden. Ja, dat gaan we doen. Teletubbies! Ach, wat was dat leuk! Ja, leuk, ja. Ja, ja toch, ja, superleuk! Ja, heel enthousiast! Ik ga huilen! Daarna kijken, hè? Daarna kijken. Wat doen jullie? Geen idee, ik weet niet of ze allemaal aan het uitvreten zijn. Dit is een plant. En hij heet Harry. En Harry... Henk! Nee, hij heet Harry. Harry, oh. Harry is een net plant. En deze plant gaat bloem schikken. En vandaag komt het niet goed uit. La 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 la. Goedemiddag. Goedemiddag. Schikt het? Nee. En vandaag op slechte grappendag. Lux hoofd. Niet doen, dan breek mijn lens. Nick, wat ben jij een valse kreet? Nou mensen, dat was dus afgelopen vrijdag en van het weekend heb ik ook hartstikke leuke dingen gedaan om mijn vlog even aan te vullen. Ik ben namelijk naar een verjaardag geweest van Monique. Nou ja, die heb je in mijn vlog ook al een paar keer voorbij zien komen. Mijn moeder en ik die hebben voor haar een hartstikke leuk cadeau gekocht voor haar verjaardag. En daar gaan we nu even naar... Hoe is dat nou weer? Daar gaan we nu even naar kijken. Ja, je mag. Ook dat... Och, jezus, och. Ja hoor! Ik dacht het al! Ik dacht het al! Ik dacht het al! Oh god, oh god, we moeten het dadelijk zien! Oh, lachen! Kijk, nou, toch. Oh, dan ga ik die ook zien.
doen. We gaan hem daar neerzetten. Dat is nu een beetje. Ik vind hem leuk. Dankjewel. Ja, verder ben ik die dag nog op stap geweest naar Bram, want die was ook jarig. Dus ik had heel veel verjaardagen het weekend en gezellig hebben we bij hem thuis nog even gepoeld. Jullie kennen Bram natuurlijk ook al van mijn vloggen, dus ik zou zeggen veel kijkplezier. Bram, zetten ze een plaatje op. Ja, prima, altijd goed. Guns N' Roses. Kan ook. AC/DC. Kan ook. Amy Winehouse. Kan ook. Nirvana. Ik vind het allemaal goed. Bob Marley, ik heb Frank Sinatra. ZZ Top, we gaan ZZ Top. Ja, ZZ Top. ZZ Top, de Eliminator. Ja, geweldig. Ja. Met waaronder op staat Sharp Dressed Man, Give Me All Your Loving and I Need You Tonight. Dat zijn de lekkere plaatjes. Ga met frisbee hier. Kan bel me. Ja. Komt hier? Altijd goed. Nou, beste mensen, ik ben hier weer gezellig bij onze Bram op visite. Die is vandaag gezellig jarig. En we zijn gezellig een potje aan het poelen. Telefoon. Dan pak ik wel op de CTR. Ja. Ja, is goed. Ja, hallo! Let niet op mij, ik ben alleen maar aan het vloggen. Gezellig. Ja. En als laatste die avond ben ik op stap geweest naar Berg op Zoom weer. Ik ben regelmatig in Berg op Zoom te vinden omdat ik het daar gewoon hartstikke leuk vind. En ik ben naar Proef Mij geweest. Dat is ontiegelijk leuk. Hartstikke gezellig altijd in Berg op Zoom. En s'avonds was er een soort van afterparty in het Markieshof. Reuze naar ons zin gehad. En ja, ik zou zeggen, kijk maar. Ja, en ook dat was weer een geweldig weekend. Zoals jullie hebben gezien in mijn vorige vloggen, ben ik een tijdje geleden genomineerd voor zorgmedewerker voor 2018. Nou, de uitslag is inmiddels al een tijdje bekend. Ik ben het helaas niet geworden, maar dat maakt mij helemaal geen ene moer uit. Zoals ik al in eerdere vlog heb gezegd, ik vond de nominatie wel hartstikke leuk. Ik heb bericht gehad van Friese Vlag Campina, die uiteindelijk ook de actie helemaal heeft opgezet. Ik heb een troostprijs gekregen en dat is wel 4 kaarten voor de Efteling. Hoe leuk is dat? Dus ik ga binnenkort ook nog eens een keertje naar de Efteling. Helemaal super. Dus ja, wie weet, misschien kan ik daar ook nog wel een keer een leuk vlogje over maken. Over de Efteling. Wie weet, we gaan het zien. Ik zou zeggen, tot volgende week. Nou beste mensen, hartelijk bedankt voor het kijken naar deze allernieuwste vlog. Vond je dit nou een hartstikke leuke vlog? Doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En laat hieronder in deze video weten wat je van deze video vindt. Wat slecht op gezicht ook. Heerlijk toch? Even 10 blauwe duimpjes als je dit gezicht wat u hier ziet ook zo leuk vindt. En wat had ik nog meer? Ja, nou, ik heb eigenlijk alles al gezegd. Ik zou zeggen, mensen, tot de volgende week. Doei! Ja, dat is het.